Zo win je met je ploeg de slotetappe op de Champs-Élysées en zo sta je in het Brabantse Boksmeer. De Argo Shimano ploeg van viervoudig etappenwinnaar Marcel Kittel, lead-outman Tom Velers en wegkapitein Albert Timmer moest daags na de Tour alweer de fiets op. Het zij met kleine oogjes. Ik kan niet zeggen dat ik me echt super geweldig lekker fris voel, maar dat hoeft ook niet. Het was vooral laat en dus ja, een vrij korte nacht gehad, maar het was wel echt geslaagd en het was natuurlijk zeker waard. Het was een heel gezellig feestje. We hebben het wel goed gevierd en ik denk ook wel dat het nodig was. Gewoon, ja, vier overwinningen, dat moet gevierd worden. Met de vier etappenzegers van Argo Shimano en de mooie zesde plek van Bauke Mollema is wielrennen populairder dan ooit. En dus waren de renners vooral heel druk met handtekeningen zetten. Het is echt super druk. Valt me echt op. Veel drukker dan andere jaren. Dus het heeft toch wat teweeg gebracht in Nederland. Met name ja, goed, hoe de hele ploeg daar gereden heeft blijkbaar. Want ik denk dat er al twee keer zoveel mensen waren als anders. Ja, dat merkten we eigenlijk al zo'n beetje gedurende de Tour dat eigenlijk steeds meer kwam. En hier blijkt het ook wel dat het populairder aan het worden zijn. Ja. Het is altijd een bepaalde golven waar het publiek op meedijnt. Zeg maar. En nu is dat ons succes en ook van België het succes in het klassement. Dus ik denk dat we het heel goed hebben gedaan bij de ploegen. Wat dat betreft heel gaaf. De rondjes om de kerk worden niet zomaar verreden. Het publiek krijgt de kans om de toerhelden van dichtbij te bewonderen. De renners kunnen de eigen kas pakken. Het is wel een lucratieve business, laat ik het zo zeggen. Nee, het is leuk om te doen ook en het is voor ons ook een manier om wat extra te verdienen. Je moet het doen waar je mee krijgt. En dit is wat ik krijg en hetzelfde is vorig jaar volgens mij. Van de ploeg uit hebben we bepaalde dingen. Dat we vier mochten rijden in een week. Maar op het moment is dat niet aan de orde. Er zijn genoeg criteriums, maar... Je kunt merken dat het criterium wat minder wordt met het geld natuurlijk ook. Dus het is moeilijker om renners aan het vertrek te krijgen. Bram Tankink was ook nog met een andere reden in Boksmeer. Hij overhandigde zijn gedragen wielershirt aan Martijn van Reden. Martijn stond vorige week met een bord met Tankinks naam op de Alpe d'Huez. Via Twitter kwamen de twee in contact. Ik rijd daardoor en het was zo'n geweld natuurlijk, zo'n kabaal. En ik kom eruit en dan zie je een keer eerder iemand staan met een bord. Bram helpt. Dat vond ik eigenlijk wel zo grappig. Bouk en Laurens, dat waren de mannen deze Tour. En Bram reed vooraan. Maar nooit hoorde iemand over Bram Tankink. Dus op een gegeven moment bij de tijdrit had ik een stuk karton meegenomen. Ben ik gaan zitten, toch de hele dag de tijd. Stift gekocht, Bram erop geschreven. Een vriend van mij bedacht, zet ook 166 bij. En toen heb ik er nog held bij gedaan. 10 uur waren we boven, de hele dag met het bord gestaan. En om 5:30 kwam Bram. Wat ga je ermee doen met het shirt? Ik ga hem inlijsten. Hey, kun je dat kappen?